het verhaal van de pinautomaten die buiten staan. Vroeg of laat komen ze aan de beurt. En afgelopen nacht was die in winkelcentrum De Gaard aan de beurt. Rond 3 uur hebben criminelen geprobeerd de geldautomaat op te blazen. Vlakbij woningen waar mensen lagen te slapen. Ik sliep de slaap der onschuldigen, zullen we maar zeggen. Ik heb er niets van gemerkt. Net als veel andere buurtbewoners sliep hij door het lawaai heen. Maar hij kijkt niet vreemd op van de plofkraak. Je kon er eigenlijk een beetje op wachten. We hebben dat onderling met bewoners ook al een paar keer over gehad. En ook binnen de bewonersvereniging waar ik dan lid van ben. Gezegd van ja, het is niet erg gelukkige plek. De criminelen gingen er zonder buit vandoor. Ze lieten wel deze staaf achter. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzocht of de staaf gevaarlijk was en kon ontploffen. Omwonenden moesten uit voorzorg binnenblijven. Uren later was de rust weer teruggekeerd. Het is vragen moeilijkheden als je hem zo in een woonwijk neerzet. Bij een winkelcentrum, afgelegen. Dus ja, je kan erop wachten. Een geldautomaat buiten en vlakbij woningen is niet ideaal, zeggen meerdere bewoners vandaag. Ze vinden dat er een veilige oplossing moet komen. Dit in een winkelpand neerzetten, met de pasjes naar binnen en op deze manier de boel goed beveiligen. Is het niet mogelijk om zo'n apparaat ergens binnen te zetten waar het niet zo gemakkelijk toegankelijk is, hè, voor de heren van het gilde?